Ja, ik heb ook een nieuw iets bedacht. Die droomprojecten ben ik constant eigenlijk aan het doen. De zorg mooier maken. Ik heb een voorbeeld van mijn eigen schoonmoeder. Die ging in 2014 naar een verpleeghuis. Toen ik een keer haar weer terugbracht vanuit de huiskamer naar haar kamer. En ik deed de deur open nadat er weer wat was veranderd. Toen zei ze, hé, maar dit is toch thuis? Nou, toen kreeg ik kippenvel. Maar huiselijkheid in de zorg, die kan je ook op een andere manier vormgeven. Door bijvoorbeeld deze sensation toe te passen. Als je bijvoorbeeld deze kleuren toepast in huiskamers, dan is dat ook heel warm. Vooral als je daar hele mooie meubelen bij zoekt en mooie meubelstoffen bij zoekt. Ik kies echt daadwerkelijk de stoffen uit die mooi zijn, die huiselijkheid in zich dragen. En zoals je hier ziet op tafel liggen, gordijnstoffen, meubelstoffen die iets extra's hebben, die iets moois hebben, iets warms hebben. Daar ben ik met name mee bezig en dat geeft stof tot nadenken.